Fijn dat jullie er zijn. En altijd blij mee. En ik heb een foto, een plaatje van de Lion King. Nou, dat vindt iedereen mooi natuurlijk. Dat weet ik niet of iedereen dat mooi vindt. Maar afgelopen dinsdag ben ik met mijn dochter uitgenodigd om naar de musical te gaan van de Lion King. We hadden 50% korting. En het ging mij om een principe. En ik was verbaasd hoe een film kan weergeven dat een zoon gaat voor het koninkrijk van zijn vader. En er zit een kracht daarin. En daar waar de zoon eerst dacht in de film, in de musical, van nou, ik geef op, ik zie het niet meer zitten. Daar is een motief waarom hij het wel gaat doen. En hij ziet dat het niet goed gaat als er een hoogmoedige andere koning op de troon zit. En hij denkt, dit is het niet. En dan komt hij terug op zijn plek waarvoor hij ook geroepen is. Zoon van de koning is geroepen om koning te worden. En dan komt hij op die plek terug. En dan zegt hij, ik heb passie om het koninkrijk van mijn vader goed te laten verlopen. En dan wordt het een heel blij en heel ander koninkrijk. Ik was onder de indruk van. En ik dacht, grappig, dat dus. Dat wil ik jullie meegeven, want ik vond het echt mooi van. Zo kan je ook zien bij onze Heere God, dat hij zijn zoon gaf. En alles gaf. En ten diepste zijn zoon zegt, ik doe niets anders dan wat ik de vader zie doen. En nou, zo vlak voor Pasen, ik vond het leuk. Maar ik heb een tekst die niet op de beamer staat. Ik las hem vanmorgen en ik sloeg hem open. Maar ik vond hem zo krachtig dat ik hem wel even wilde laten zien. Want het heeft te maken met koninkrijk. En ze zijn al weg, ik wilde ze al bedanken dat ze weg mochten gaan. Helemaal goed. En dat is uit 2 Kronieken 20. En daar staat heel mooi. En er staat in 2 Kronieken 20... Ik vind hem heel. Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de nieuwe voren van de tempel had opgesteld, trad koning Jozefat naar voren en zei, Heer, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Niemand kan zich tegen u verzetten. Ik denk, wauw, wat een koning. Wat prachtig beschreven in die 2 Kronieken 20. Wat mooi om te weten dat zijn koninkrijk, niemand kan zich daartegen verzetten. En natuurlijk, we leven hier op aarde en het is tijdelijk dat we hier zitten. We hebben straks de eeuwigheid. En daar praat ik met mijn moeder over. Mijn moeder is 90 en ze is gevallen en heeft. Hij staat op. Dankjewel, Biemen. Heel snel. Dankjewel. En er zit zo mooi. Zij heeft, mijn moeder dan heeft dan twee botten gebroken bij de pols. En ik ben enig kind, dus dat betekent, ze komt ook niet meer dat ze zelfstandig kan wonen. En dat betekent dat ik nu een heel huis ben aan het verhuizen. Want ja, Erald loopt ook met krukken en loopt nog niet eens. Hij moet zijn bonnetje nog steeds omhoog houden. En dus dat betekent dat ik al heel veel vuilniszakken en boeken bij oud papier en dingen aan het opruimen ben. Een huis aan het leeghalen ben en aan het uitzoeken ben. En, maar ik praat met mijn moeder. Niet over wat er nu is. Ik kan zeggen, mam, dank u wel dat u zo lang zelfstandig kon wonen. Maar er is een eeuwigheid en daar gaat het om. Daar gaat het om, een eeuwigheid. 90 jaar, ach, wat is 90 jaar? We zijn er dankbaar voor. Maar er is wel een eeuwigheid wat erna komt met God. En dat het daar zonder pijn is, zonder verdriet en een nieuw lichaam. En dat maakt mooi. We hebben een koninkrijk te brengen van God. We hebben iets te vertellen over de Heere God. Nou, mijn thema, Lion King, puntje, 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 dat dus. En we zijn bezig met dit boek, nieuwe mensen die hier komen en zeggen, dit is mijn thuis, die krijgen dit boek. Sommigen, we hebben nog wat boeken over. En anderen hebben het al gekregen. Het leuke was, ik sprak net iemand en die zei, krijgen wij bij elk thema een boek? Nou, nee, zo dan moeten de offers omhoog. Nee hoor. Maar je ziet op de banners achter mij, ik ben de kerk en ik ben. En we zijn er gewoon bezig in een serie. En ik ga dit niet het boek herhalen, maar we zijn in hoofdstuk 4 en 5. En dat komt een klein beetje erin terug en verder gewoon mijn eigen woord en zo. En nou,
Heb het koninkrijks. Punt 1. Heb het koninkrijksdenken. En ik heb een paar punten en ik denk dat dat heel belangrijk is. En waarom? Waarom moet je het koninkrijksdenken hebben? Er zijn twee koninkrijken, van het licht en van de duisternis. En heb het koninkrijksdenken, dat bedoel ik dus natuurlijk van Jezus Christus, van God. En ik hoop al dat je met je hele hart al, dat je tickets gratis al genomen hebt. Ik heb al 3 mensen uitgenodigd voor Pasen. En ik kan je vertellen van, ik wil nog veel meer mensen uitnodigen, want mensen hebben gewoon God nodig. Nou, ik heb een paar ABC'tjes. Johannes de Doper, wat zei hij? Hij zei, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Uit de NBV-vertaling. En dat is mooi. Dat betekent dat er bij het koninkrijk van God een inkeer is. Je gaat zien dat Jezus bestaat. Je loopt niet vanzelf in het koninkrijk van het licht. Ook al ben je daarin geboren, dan heb je toch nog, als je volwassen wordt, dan heb je een keus te maken van, Heer, ik kies voor u. Heer, ik wil uw denken. Niet meer mijn eigen ik op de troon. Heer, ik heb talenten en gaven van u. Ik wil niet alleen maar saai leven. Ik wil niet alleen maar amusement en tijdsvulling en hoe heb ik het vandaag leuk. En nee. Er is iets veel meer, er is iets groters, iets mooiers. Met een koning, een schepper van hemel en aarde, die een koninkrijk heeft, eindeloos. En het is goed om daarvoor te leven. Maar je hebt inkeer nodig, vandaar dat hoofdletters daar. B, wat zegt de Heer Jezus Christus? Hij zegt, hij trok rond, staat er in Matthäus 4. En in heel Galilea, hij gaf er onderricht in de synagoge, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk. Het koninkrijk is goed nieuws. Het is nieuws van hoop. Van wat jij en ik hebben gedaan. Er is vergeving van zonde. We mogen het belijden. We mogen zeggen, Heer, we willen met u in het paradijs zijn. Heer, vergeef mij. Er is genade. Doordat Jezus alles volbracht heeft aan het kruis. Hij heeft de straf gedragen die ons toekwam. En je mag met hem meewandelen als zijn zoon of dochter van de hemelse Vader. En er is een koninkrijk van hoop en leven. Er is goed nieuws. Ik hoop dat we het goede nieuws vertellen. Aan onze kinderen, aan onze kleinkinderen. Hallo. Hallo, ik ben aan het kijken voor een mooie kinderbijbel. Mijn kleindochter Jenna, die van 2,5 jaar heeft een hele mooie kinderbijbel nodig. En ik vind als oma's moeten we daar toch wat doen, hè? Ervoor doen. En straks komt mijn kleinzoon van 9 maanden ook. En er komt nog een derde moppie aan. Dus weet je, er is goed nieuws te vertellen. Goed nieuws. En dat moeten we wel. Wij hebben vaak het verkeerde nieuws. Vind jij ook niet moeilijk dat die persoon keek mij niet aan in de kerk? Dat is verkeerd nieuws van de kerk. En verkeerd nieuws. Dan kan je misschien weinig vergeven. Of je voelt je gauw gekwetst. Of weet ik veel wat. Maar en misschien had je ook nog wel gelijk. Wat heeft te maken met hoe ben je nu? En kan je dingen overheen stappen met God? En kan je in de vrede blijven met God. En kan je blij blijven met God. En hem zien als vredevorst in plaats van je eigen dingetjes. Nou, zaligsprekingen. C. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want van hen is het koninkrijk van de hemel. Het heeft te maken niet met trots. En niet met ik. Maar het heeft te maken met hem. Met Jezus. En ik denk dat nederigheid, Dat bepaalt wel het koninkrijk. Het is een ander denken. Het is niet over macht. Het is niet wie de sterkste is. Maar het heeft wel te maken, Heer, u. Ik verhoog u. En dan je vernedert je voor hem. En dat is mooi, want hij is alles voor ons geworden. En ik dacht eventjes, gelukkig wie nederig van hart zijn. Het heeft te maken met je hart. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. D. Bid. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Het heeft wel te maken met de wil van hem. En hij wil het goede, hij wil het welgevallige. Hij wil het wat lieflijk is, wat eerbaar is voor ons, wat waardevol is. Ik denk dat is heel belangrijk. En als zijn koninkrijk zal komen, dan moeten we voor bidden. Het is niet vanzelf. Er is een ander koninkrijk hier. Wij zijn wel verantwoordelijk om dingen bekend te maken. Wij denken vaak, well, we wachten af en we zien wel. En ik doe gewoon mijn ding. Ik doe gewoon huisje, boompje, beestje misschien. En je hebt je studie en je hebt je werk en je hebt je tuin. En je hebt je misschien je familie. Maar er is wel een koninkrijk wat door moet breken in deze wereld. Baan moet breken. En zijn wil moet toch nog wel gedaan worden. En
En God heeft wel een bedoeling met onze talenten en zo. Niet de bedoeling dat die in de grond gestopt worden. Niet van ik ga wel een beetje afwachten, maar we hebben allemaal talenten om wat te betekenen. Nou, ik heb voor E, prio. Wat is je prioriteit? Matteüs 6. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Weet je, wat is je prioriteit bij het koninkrijk van God? Nou, niet op de laatste plaats. Ik ben altijd trots, ook wel als het hard regent. Mensen kunnen zeggen, ja, ik kan een livestream kijken misschien. Of ik kan de preek nog wel een keer naluisteren. Of, hallo, maar dan mis je dat je samenkomt. Je mist dat je samen aanbidt, hem groot maakt. Je mist dat zijn tegenwoordigheid is hier, waar 2 of 3 vergaderd zijn. Je mist dat je naast iemand kan zitten en met iemand kan praten of voor iemand kan bidden of misschien zelfs iemand kan helpen met andere dingen. Weet je, F, we hebben ook het over geheimenissen van het koninkrijk. En nou, er zijn veel dingen, Matteüs 13, daar staan, je kan het hele stuk daar gaan lezen. Verschillende parabels, verschillende vergelijkingen staan in de Bijbel over het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen wordt vergeleken met een mosterdzaadje. Mosterdzaadje is het kleinste zaad, heel klein zaadje. En het wordt vergeleken als een zuurdesem, dat als je iets bakt en dat het rijst en dat het een goede smaak heeft. Het heeft iets te maken, het koninkrijk der hemelen wordt vergeleken met een schat, met een iets wat heel waardevol is. Het wordt vergeleken met een koopman, met een sleepnet. Er zijn heel veel vergelijkingen. Er zijn sleutels van het koninkrijk der hemelen. En niet zomaar van, oh, nou ja, nou ben ik er. Het koninkrijk der hemelen heeft ook sleutels. En ben jij een discipel van het koninkrijk der hemelen? Dat is ook wel heel grappig. Ben jij een discipel? Dat staat ook in de Bijbel. Van, ben je een volgeling van hem? En volgelingen, als je Jezus als koning volgt, dan volg je hem. En ja, als wij volgelingen, discipelen van hem zijn, dan hoor je daar ook bij. Het is een verhaal, een parabel, een gelijkenis van de 10 maagden. En misschien ken je dat wel, dat die 10 meisjes die wachten op de bruidegom. En Jezus wordt de bruidegom genoemd. Daar staat bruidegom met een hoofdletter. Jezus Christus wordt als bruidegom genoemd, die zijn bruid de kerk komt halen. Maar ben je wakker? Ben je er klaar voor? Of heb je te weinig olie? Zeg je van, nou ja, ik doe lekker niks en ik slaap wel en ik zie wel. Maar dan als ze allemaal in slaap vallen, want het duurt wat lang, dan zie je dat de een wel olie bij zich heeft en de andere niet. Zorg dat, ik wil dat wij allemaal, niet alleen hier in CLC, maar ik zou wel willen dat mijn hele stad, ik zou wel willen ons hele land, dat wij aanwezig zullen zijn als de bruidegom terugkomt. Dat wij wakker zullen zijn en dat we niet terug hoeven omdat we te weinig olie hebben. En als ze dan komen ben je te laat, dan is het gesloten en dan ben je niet deel van het feest. Er is een bruiloftsfeest, mensen. En wij denken misschien wel van, ja, maar wat kan ik nou doen? Ik ben oud of ik ben nog heel jong. Maar je kan altijd met je financiën meebouwen aan, iets bereiken met. Je kan met je mond, je kan het voorbeden. Je kan iets doen om Gods koninkrijk uit te breiden. Om het te zijn, om klaar te zijn, om wakker te zijn. Heer, ik verwacht uw komst. Ik wil dat de Heer terugkomt op zijn tijd. En ik wil allereerst dat er nog heel veel oogst binnenkomt hier. En ik zou willen dat eerste, tweede en derde paasdienst 10 uur, 12 uur, 2 uur bomvol zal worden. En mensen die eerst alleen maar met paas in de kerk komen, dat die daarna vaker komen en dan weer vaker. We kennen mensen die alleen eerst met kerst en Pasen komen en dan met kerst, Pasen, girls en mannen. Of mannen, girls, dat maakt me niet zoveel uit. En dan op een gegeven moment, als er maar een opgaande lijn is, dat bedoel ik eigenlijk. En dat is mooi. Hey, er zijn sleutels en er zijn ook talenten dat we die niet in de grond stoppen. Van nou ja, laat maar zitten. G. Colossenzen 1 vers 13, het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Het koninkrijk bestaat uit liefde en dan wel zonder voorwaarden. En dat is iets heel sterks. De andere koninkrijk bestaat uit haat, hebzucht, ik. Ik ben de belangrijkste, ik. En dat moeten we helemaal niet hebben. Dat zag je ook in het koninkrijk. Dat zag je ook van die Lion King. Daar had je degene die de koning van zijn voetstuk zetten, die hem in het ravijn duwde, diegene, die plaatsvervanger, die zichzelf tot koning verhief. En dat koningschap ging niet goed.
Dat was alleen maar vechten en dat was alleen maar triest en geen vruchtbaarheid, onvruchtbaarheid. En uiteindelijk zie je bij The Lion King dat de zoon het oppakt van hey, maar nou gaat het niet goed met het koninkrijk. En zijn passie voor de liefde voor het volk komt weer terug. Dat is mooi. Hey, tweede punt. Dus heb het koninkrijksdenk en twee, wees een soldaat met verantwoordelijkheid. Of je wil of niet, je bent een soldaat. En vroeger heb ik ooit wel eens gesproken bij de Girls Nights Out Sisterhood van CLC. Heb ik wel eens gesproken over soldaat op hakken. En je wordt ook vergeleken met een boer om te zaaien. Dus je kan ook zeggen boerin op klompen. Maar dat maakt me niet zoveel uit, maar soldaat ben je. En weer een paar ABC'tjes bid. En dat is uit dit boekje. Dus als je nu kijkt van hoe verzint ze het om te zeggen tegen jullie van bid voor je voorgangers, want dat ben ik natuurlijk ook. En dan moet je ook voor mij bidden. Oh, denk erom dat je voor me bidt. Maar bid voor je voorganger en voor alle leiders. Gewoon, wat zou er gebeuren als wij als kerk elke dag 5 minuten als gezinnen, maar ook als je single bent of wat dan ook, als je gaat bidden voor je leiders. Voor je leiders van je kerk. Weet je, waarom? Nou, we hebben nodig dat we land innemen. Een soldaat is niet alleen om te verdedigen, maar ook wel om land in te nemen. En afgelopen zondag alweer hadden wij CLC Breda. De 8e kerk die echt gestart is. We zijn nog bezig met Eindhoven en dan hebben we ook nog Groningen die als connectgroep en ook een lounge team. Ze hebben de laatste paar weken 3 mensen er weer bij om in een lounge team. Om als groep te gaan kijken hoe ze verder uit kunnen breiden om eventueel daar een kerk te gaan starten. Maar we hebben 8 steden, hebben we nou een City Life Church. En ik ben zo dankbaar. Weet je dat wij 26 november, ik zei geloof ik vanmorgen 4 november. Maar 26 november, dat we dus in november hebben wij Os erbij gekregen, CLC Os. Wij hebben begin februari nieuw voorgangers-echtpaar Tilburg gekregen. We hebben begin maart, vorige week, CLC Breda gestart. Ik wil je zeggen, ik ben dankbaar voor wat God aan het doen is. En bid, want er is wel een vijand die dat niet wil. Die wil niet dat wij kerken starten waar mensen opeens hun talenten en gaven gaan inzetten voor onze koning Jezus Christus. Er is een vijand die dat niet wil. Er is een vijand die zegt, hoeft niet. Er is een vijand die niet wil dat de nieuwe generatie, dat kinderen, kinderwerkers, dat mensen God leren kennen. En dat zij bekrachtigd worden en gesterkt worden. En dus bid voor alle leiders. Maar er zijn bergtoppen, dit waren even de bergtoppen, maar ik kan je vertellen, er zijn voor leiders met EI, en zoals met de lange ei, maar er is ook veel lijden. Je ziet ook dalen. En ik denk, het is heel apart als van onze 9 kerken 6 mensen botbreuken hadden. Erald, die is bijna 6 maanden, hij mag nog steeds niet staan op zijn voet. En dat is beperkt heel erg. Je komt niet ver en als je weinig beweegt, slaap je weer slecht. En dan zit je een beetje in zo'n ritme. En bid dat hij weer goed, zonder pijn, weer zou kunnen lopen. Dat is gewoon heel belangrijk. We hebben jullie gebed nodig en wij bidden ook voor jullie. En, maar ook gewoon voor andere dingen. Bijvoorbeeld, je kan zeggen, ja, voorgangers worden. En dit is eventjes een korte samenvatting uit dit boekje, hè, hoofdstuk 4 en 5. Worden makkelijk vereerd en geëerd. Dan denk je, oh wat mooi. Maar tegelijkertijd is er ook zo makkelijk. De een haat je en de ander is blij met je. En als er ook maar één probleem is in de kerk, men zegt meteen, oh die CLC, oh de voorgangers hebben het altijd gedaan. Waar ook het probleem zit. En bid ervoor dat er geen problemen meer zijn. Bid voor de preek. Voorbereiden, voordat je de stem van God verkondigt. Dat je zijn liefde, zoals God het bedoeld heeft, dat we zijn boodschap brengen. En daar elke zaterdag offeren we toch maar op om wat voor te bereiden. Een ander gaat lekker naar familie toe of lekker uitslapen en misschien shoppen of misschien naar andere dingen doen, sporten of zo. En wij hebben toch altijd onze zaterdag, moeten we wel voorbereiden voor het woord te brengen hier. En dat is goed, dat is niet zielig. Maar je mag er wel voor bidden. Voor wijsheid hebben we nodig. We hebben jullie nodig. Er zijn weinig gezinnen
die het zo moeilijk hebben te verduren als voorgangersgezinnen. Want er is altijd 24 uur, er is al wat. Als er een baby geboren is, ze willen altijd dat je komt. Ze vergelijken je altijd. Ze vergelijken als er iemand komt te overlijden of met ziekte. Ze willen altijd dat je er bent. Er is altijd een druk, een stress. Dit moet nog gebeuren, dat moet nog gebeuren, dat moet nog verbeterd worden. Er zijn verwachtingen waar je aan moet voldoen. En eigenlijk moet je volmaakt zijn. En dan is er ook nog een tekst dat ze onberispelijk bijna moeten zijn. Hè? Nou, 1 Timotheüs 3. Dat mag je lekker hierin lezen. Dat ga ik dat stukje niet herhalen. C. Bid voor zijn bescherming. En wij moeten een topprestatie leveren om altijd maar vriendelijk te zijn en nooit iemand te kwetsen of wat dan ook. Dus bid maar. Dat gaat niet vanuit je eigen natuur natuurlijk. En we hebben jullie nodig. We moeten uitstijgen boven het gemiddelde. Hé, maar ik heb wel een tekst. En dat is 1 Timotheüs 3, vers 7. Dus ik zou heel 1 Timotheüs 3 lezen thuis, als ik jou was. Maar 1 Timotheüs 3, vers 7. Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt. Er is heel simpel. In de Bijbel staat gewoon, er is een duivel, er is een vijand. En die probeert ons te verstrikken. In de andere vertaling staat, een valstrik te plaatsen. Er is een vijand die valstrikken plaatst. De bedoeling is dat we er niet invallen. Help ons. Bid voor ons. En bid daarvoor voor bescherming. En ook voor geestelijke gezondheid natuurlijk. Lichamelijke gezondheid. En 24 uur, omdat er dingen van je verwacht worden. Soms heb je gesprekken die uitlopen en dingen die je uit moet leggen en vergaderingen. En dan heb je toch een stukje van, je kan heel makkelijk je eten even overslaan of nog even een belletje doen. Maar dat je jezelf ook niet verwaarloost, dat soort dingen. En we moeten tegen stress kunnen en nou, dat we altijd in de vrede blijven en altijd blij blijven, toch? Ja, bid er maar voor. Het derde punt wat ik opgeschreven heb, en dat heeft te maken met koninkrijksdenken ook. Leid je gezin, en dat is hoofdstuk 5 uit dit mooie boek De Kerk, Ik ben de Kerk. Leid je gezin naar een gezond kerklidmaatschap. En ik heb eigenlijk die titel ook zo genoemd, want ik dacht, het is zo makkelijk om te zeggen, oh, vanuit geboorte ben je misschien christen. Oh, ja, dat gaat wel goed. Maar wat doen we als vader en moeder? En dit is niet alleen voor gezinnen. Dit is ook voor single moms. Dit is ook als je vrijgezel bent of nog niet getrouwd. Jij hebt het nodig dat jij anderen inspireert en anderen helpt en anderen leidt met EI naar de kerk, maar niet alleen om alleen maar een keertje te kijken als jij het fijn vindt, maar ook dat je als kerk door moeilijkheden heen komt, want de wereld zit ook vol met moeilijkheden. En wij moeten leren om door moeilijkheden heen te komen en niet eruit te gaan. Maar er zijn seizoenen in het leven, dus het is niet altijd lente. Er is ook herfst waarin blaadjes afvallen, vruchten afvallen en dat je denkt, het wordt kaal, het is koud, het is niet meer, maar je moet door dingen heen. En als jij de kerk beter leert kennen, jij komt in een team en dan denk je opeens, oh, ik ruik de zweetvoeten van iemand. Je komt er dichtbij, je ziet de negativiteit van iemand. En dan denk je, dat valt tegen. Ik ben niet meer zo blij met die persoon. Ja, kan je dan nog het goede blijven zien? Leid je gezin of leid anderen. Want jij als je single bent, dan heb je ook, als je alleen bent, dan heb je ook mensen om je heen, vrienden om je heen, waar jij invloed op uitoefent. En die kunnen zien, hoe ben jij in de kerk en blijf je lid en ben je lid? We waren in Londen een paar weken geleden, Erald en ik. En ik vond het zo mooi. Een van de waardes had pastor Gary Clark van Hillsong. En wij zijn natuurlijk ook Hillsong Family. En hij zei, een waarde is nu, blijf tot het einde. Laat je niet ontrukken en ontwortelen. Want je mist dan zoveel vrucht. Ik stond op straat donderdag. En ik kwam op straat in een grote marktstraat. Ik stond op straat, ja. Hoe stond dat? Ik stond wat te doen op straat. Internationale Vrouwendag, jawel. Nou, maar ik kwam daar een gezin en ik kwam een andere persoon. Die 12 jaar geleden en die andere was 16 jaar geleden hier in de kerk bij ons. Noemde mij nog Tilly, mijn roepnaam vroeger. En Tilly, ja. En
En die zei, ken je me nog? En ik zei, zit je in de kerk? Nee, zei hij. Ik zei, dat zou zo jammer zijn dat je nou dit voorbij laat gaan. Ik zeg, het is niet voor niks. Diegene volgen ons trouwens op Facebook en zo allemaal nog. Ik zei, het zou zo jammer zijn dat jij nu niet met paas of wat dan ook, jij hebt God nodig. Man, het is niet eens, je bent gewoon je eigen weg gegaan. Het was niet eens de kerk zijn ding. Maar ik zeg, wij zijn als kerk ook anders. Wij zijn, als goed is, zijn wij wijzer geworden. Ik hoop dat je komt, zei ik tegen diegene. Maar het was even een goede, en ik dacht, ik heb mijn twee goede contacten, lieve mensen. En die ene die zei ook, ik ga komen. Die was trouwens nog iemand hier uit de kerk tegengekomen. En die zei, ik ben een jaar geleden nog iemand, en die had ook gezegd, je moet komen. Nou, ik zeg, als ik nou na een jaar de tweede ben, dan is dit het bewijs dat jij moet komen. Maar even, leid je gezin. Maar wij wachten vaak af en wij leiden helemaal niks. Maar we moeten leiden. Moeten we leiden? Je mag leiden. Hey, niet vanuit schuld. Je leidt je kinderen niet vanuit schuld. Nou moet jij naar de kerk elke zondag. Niet vanuit de verplichting. Niet vanuit de wet. Niet vanuit goed of fout. Nee, zo leid je niet mensen de kerk in. Want dat brengt, de wet brengt de dood en daar heb je helemaal geen zin in. Nee. Laat je kinderen zien. En onze twee kinderen zijn getrouwd met mensen uit de kerk. En ze hebben een fijn gezinnetje. Laat je kinderen zien. Laat je partner zien. Misschien heb je een ongelovige partner. Laat zien dat de kerk je blij maakt omdat God daar is. Laat zien de goede kanten van de kerk. Laat zien dat ten diepste je talenten gebruiken, dat dat je dienstbaarheid geeft. En dat dat heel belangrijk is. Want je komt niet om te geven. Je komt niet om te ontvangen, maar je komt om te geven. Gods koninkrijk is een koninkrijk van geven. Boven ontvangen. Maar ook dienstbaar zijn, je talenten gebruiken, daar wordt beloond door God. En nu denken mensen misschien, wat kan ik? Je kan elke dag voor ons bidden, voor bescherming, daar begint het al mee. Ja, je kan de kerk vullen, daar begint het alvast mee. Nou ja, dat zijn van die dingen. Hey, je leert ook in de kerk om van mensen te houden. Ongeacht hun tekortkomingen. Als mensen blij zijn met je, ben jij ook blij met hun. Dat heeft de wereld ook. Maar nou, als iemand anders denkt, iemand die verwond is misschien, iemand die een andere opvoeding heeft gehad, iemand misschien met een andere cultuur. Hallo, ik ben trots dat wij in deze stad met zoveel culturen, verschillende achtergronden, dat we een kerk kunnen zijn met ook verschillende achtergronden. Dat geeft iets aan van genade, dat geeft iets aan van onvoorwaardelijke liefde, dat geeft iets aan dat wij wel met elkaar kunnen optrekken, omdat het koninkrijk van God andere principes heeft dan in de wereld. En dat vind ik mooi. Je kan elkaar aanvullen. Je hebt elkaar nodig. Durf je te zeggen, dat is nederigheid. Ik heb jou nodig. We hebben elkaar nodig als kerk. Daarom gaan we naar de kerk. En de oude vraag van vroeger. En ik kom uit Oud-Pinksteren. Ik kom uit de protestantse achtergrond. Maar ik ben als tiener. Kwam ik in de Pinkstergemeente in Almelo. En Oud-Pinkster, ik weet het nog heel goed, die vraag, die geëikte vraag natuurlijk. Wat komt, willen ze rijtjes hebben, hè? Wat is nou eerst, God eerst of je gezin het eerst? Oei, nou komt de vraag. En dan denken mensen, dan loop ik nu de kerk uit als ze het verkeerde antwoord geeft. Hé, de vraagstelling is verkeerd. De vraagstelling is verkeerd. Want met je gezin ben je blij, leef je dat voor en dankbaar dat je gered bent en dat je iets uit liefde en dankbaarheid voor God wil doen. En je wil andere mensen helpen. Het feit dat je naast een ander al zit, het feit dat je ouderen bezoekt. Het raakt me, ik ben enig kind, mijn moeder is 90. Ik ben haar huis aan het leegruimen en leeghalen. Het kost veel tijd. Maar dan ben ik dankbaar dat de mensen uit deze kerk, een stuk of 5 hebben mijn moeder al in de afgelopen weken bezocht. En daar ben ik dankbaar voor. Want het geeft haar een stukje waarde en liefde. En het geeft ook minder druk voor mij dat ik dan niet zo vaak naar haar. Want je kan niet elke dag bij haar komen. En ze wil dat natuurlijk, want ja, ze heeft niks meer te doen nu. Ze ziet slecht, ze loopt slecht, ze hoort slecht. Ze is wat in de war. Weet je, we hebben elkaar nodig. Weet je, geleerd om van mensen te houden, ongeacht hun tekortkomingen. Dat is toch ook in een huwelijk zo?
Je blijft bij elkaar, ongeacht de tekortkoming. Je kijkt naar wat er wel is. Weet je, hou wel God als prio. God is prioriteit. Zoek eerst zijn koninkrijk. En dan als gezin kan je het fijn hebben met elkaar. Hey, laat blijdschap over je kerk bekend worden bij je kinderen. En toewijding in het dienen. Want dat is een mooi karaktertrek. Geef dat voorbeeld. En nou laatste. Is net als in een huwelijk. Als je naar de kerk gaat, want we hebben het over de lidmaatschap, hè, om in een kerk te blijven. Net als in een huwelijk. Dan is er ook nog iets als een overgave. Heer, voor je partner, maar ook Heer, voor uw kerk. Want hij is de bruidegom. En de kerk is de bruid. Dan heb je ook die overgave, die passie. Heer, voor u doe ik dit. Iets voor u. Weet je? Wees als de Lion King. Ga voor het koninkrijk van je vader. Van je hemelse vader. Ik wil afsluiten met gebed. Het gebed komt uit het boekje van hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. En ik pak hem er even bij. Laten we bidden. Heer, met uw hulp wil ik dagelijks voor mijn voorgangers bidden. Ik ben me ervan bewust dat het werk van een dominee of voorganger of predikant nooit klaar is. Zijn dagen zijn gevuld met allerlei verplichtingen en hij gaat over bergen en door dalen. Hij moet omgaan met critici. Hij moet een goede echtgenoot en vader zijn. Omdat mijn voorganger dat allemaal niet in eigen kracht kan, zal ik dagelijks om wijsheid en kracht voor hem bidden. Heer, ik ben de kerk. Heer, met uw hulp wil ik mijn gezin voorgaan in goed lidmaatschap van de kerk. We willen samen bidden voor onze kerk. We willen samen God aanbidden in de kerk. We willen samen dienen in onze kerk. En we willen u vragen ons te helpen om met nog meer overgave van de kerk te houden. Omdat uw Zoon Jezus Christus zijn leven voor haar gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel als op de aarde. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Geef ons heden ons dagelijks brood. Heer, vergeef ons onze zonden. En vergeef onze schulden. Gelijk ook wij vergeven hen die ons schuldig zijn geweest. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos van de boze, heb ik al gezegd. Want van u is het koninkrijk. Halleluja. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid.